Het zijn momenteel spannende tijden, maar ook andere tijden. Zo kan het zijn dat je behandeld wordt in het Erasmus MC, maar dat de nazorg in een andere instelling plaatsvindt. Nou, iemand die mij daar alles over kan vertellen is dokter Clemens Derven. Clemens, het kan in de huidige tijd gebeuren dat je hier wordt behandeld en opgenomen, maar dat je niet je hele periode in het Erasmus MC blijft, hè? Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. De behandeling die wij hier in het academisch ziekenhuis doen is een vaak heel intensieve en complexe behandeling. Maar niet alles hoeft hier. De nazorg kan vaak ook elders plaatsvinden. Dat is overigens niet nieuw. Mm-hmm. Dat was voor corona ook al het geval. Maar dat is nu nog steeds. Ja, hey, en hoe gaat dat dan in zijn praktijk? Nou, in de praktijk is het zo dat wij het deel wat academisch moet gebeuren hier doen. Mm-hmm. Maar dat de nazorg soms op een andere plek plaats moet vinden. Ja. Als je niet meteen naar huis kunt, kan het zijn dat je teruggaat naar het ziekenhuis waar je vandaan kwam in de regio. Het kan zijn dat je naar een revalidatiekliniek gaat. Of het kan zijn dat je naar een verzorgings- of verpleeghuis gaat om daar verder te herstellen. Ja, je zegt de academische behandeling. Wat houdt dat dan in? Nou, dat zijn vaak wel complexe behandelingen die wij doen. Het herstel daarvan kan wat langer op zich laten wachten. Ja. Hoe anders is de situatie nu dan een jaar geleden? Nou, door de corona druk op bedden en plekken in niet alleen hier in het academisch ziekenhuis, maar in ook alle andere zorginstellingen en ook in de verpleeghuizen en de verzorgingshuizen, is het nu moeilijker om de voorkeursplek van patiënten te geven waar ze naartoe willen voor nazorg. Dus het kan voorkomen, en we proberen altijd wel aan patiënten die nazorg nodig hebben op een van de andere instellingen in de regio, om hen de plek van voorkeur te geven, maar dat lukt niet altijd. Dus we zijn soms genoodzaakt om mensen naar een andere instelling te laten gaan voor nazorg en herstel dan die patiënt zelf gewild zou hebben. En dat is eigenlijk waar we begrip voor vragen aan patiënten om dat daarmee akkoord te gaan. Ja, hey, want je zegt van buiten corona kan dit ook voorkomen. Waarom is dat eigenlijk? Waarom kunnen mensen hier niet gewoon de hele behandeling lekker in hetzelfde bed blijven liggen? Kijk, we hebben hier natuurlijk in het academisch ziekenhuis heel veel druk op de bedden. Die was er al, maar die is nu nog erger door corona. Een kwart van ons personeel nu zet zich in voor de behandeling van coronapatiënten. Dus de druk wordt nu nog hoger. Maar dat is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is eigenlijk dat die nazorg, daar hebben mensen ook last van te veel druk. Dus er zijn patiënten hier in het academisch ziekenhuis die eigenlijk hier niet meer hoeven te zijn voor herstel. Die eigenlijk naar zo'n andere instelling zouden kunnen. Ja. Maar dat lukt nu niet omdat daar ook te weinig bedden of plekken zijn. Ja. Dus eigenlijk de ideale wereld zou zijn dat die nazorg die niet zo intensief is, dat die op de juiste instelling plaatsvindt waar die net zo goed is. Ja. Zodat er hier bij Erasmus MC meer ruimte is voor de patiënten die academische zorg nodig hebben. Precies. Ja. Hey, en kan het nou ook zo zijn dat je hier geopereerd wordt en wakker wordt in Duitsland? Nee, dat is niet zo. We praten hier over instellingen in onze regio. Die we eigenlijk altijd al gebruiken voor nazorg. Ja. Ja. En dat zijn goede instellingen? Dat zijn goede instellingen. Daar doen we altijd al dit soort trajecten mee. En dat verandert niet. Het enige wat nu veranderd is, dat we de patiënten eigenlijk willen vragen of ze hier wat begrip voor op willen brengen. Dat het zo zou kunnen zijn dat ze niet naar die instelling gaan die hun eerste voorkeur zou hebben. Dus mogelijk wat verder van hun woonplek af. Of mogelijk op een plek waar ze niet zo vaak op bezoek kunnen. Maar dat komt door de druk die er nu is vanwege corona. Ja, ja. Ja, precies. Dus als het kan zijn dat je niet naar de zorginstelling kunt gaan waar je graag wil. Maar je helpt daar wel heel veel andere mensen mee. Ja, ja. En het kan dus zijn dat je wat verder van huis voor je herstel terechtkomt dan dat eigenlijk is wat je zou willen. Ja, maar voor je herstel maakt het niets uit? Nee, het zijn allemaal zorginstellingen die we kennen en waar we al jaren mee samenwerken. Ja, dus je gaat net zo met een blij gezicht het ziekenhuis uit als je hier zou zijn? Dat is wel de bedoeling. Ja, oké. Nou, bedankt voor de uitleg.